Dit is Space TV, 7e jaargang, aflevering nummer 2. Met in deze uitzending verhuizingsschilderij Tesselschade, Space TV Kids, sluiting jeugd- en jongerenwerk Muizenvoort, kinderboekenweek, een primeur vanuit het Muiderslot, indrukken uit het nieuwe gemeentehuis en de veiling voor Slobin. Vorige maand lieten wij u zien dat de schilderij van Maria Tesselschade vanuit het Muiderslot op reis ging naar het eiland Texel. Nieuwsgierig als wij zijn, reisden wij haar achterna. Ze logeert momenteel in een klein museum achter de dijk, vlak bij de haven in het kleine plaatsje Oude Schild. Nou, we staan hier nu op het terrein van het Maritiem en Juttersmuseum. Het is vandaag zelfs nog Open Monumentendag, 14 september. Het is een binnen- en een buitenmuseum. Er staan hier op het buitenterrein allerlei maritieme objecten neergezet. Van ankers tot scheepsschroeven. Aan de andere kant, waar we een bordje hebben geplaatst van Maria Tesselschadelaan, daar zijn we nu bezig om allerlei oude huisjes neer te zetten in de stijl van Oude Schild aan het begin van deze eeuw. Hier vlak achter ons staat een molen. Die is hier neergezet in 1902. En we staan hier vlakbij de haven van Oude Schild, waar vroeger dan de beroemde Reeder van Texel was gelegen. Op de Reeder van Texel lagen dan heel veel schepen te wachten op goede wind om uit te varen naar de oost, naar Portugal, naar andere landen. Maar hier brengen we de geschiedenis in beeld van Oude Schild, van Texel en komt die maritieme geschiedenis tot leven. We heten het Maritiem en Juttersmuseum. We hebben dus ook een hele grote schuur waar allerlei jutterspullen zijn neergezet en uitgestald. En waar op gezette tijden jutters, echte jutters, sterke en spannende verhalen vertellen. Zo vind je nog meer rommel op dat strand. Nettendrijvers. Af en toe vind je er zo'n ding. Neem mee, ga dat tuintje in en daar legt hij. En wat moet je nou met die rommel? Wat gebeurt nou? Er komt een collega jutter, die komt bij me. Hij zegt, kan je die drijvers eigenlijk doorzagen? Ik zeg, man, dat is mogelijk, want de ervaring heb ik met kleine drijvers. Daar maak ik plantenbakjes van. Sinds kort ook vogelhuisjes. Eerst maar eens even eentje geprobeerd, kijken of het werkt. Maar van de zomer heb er een koolmees hier gebroed. De bedoeling is straks om thuis een hele grote boom vol te hangen met dat soort drijvertjes. Als straks de blaadjes van de bomen afgaan, wordt het meteen kerstfeest, want je hebt een hele boom vol met ballen. Ik zaag die drijver voor die man door. Dan krijg je twee van die halve schaaltjes. Ik zeg, en wat moet je er nou mee? Nou, hij zegt, dat doe ik dan drie touwtjes aan. Heb ik een leuk plantenbakkie. Ik zeg, joh, wat een leuk idee. Maar voordat hij dat op komt halen, ligt dat zo eens een tijdje bij mij in dat tuintje. En daar kom ik zelf ook op een idee. Wat heb ik gedaan? Ik heb hier een stukje PVC-pijp opgezet, ongeveer zo hoog. De andere helft komt daar bovenop. Er komt een rond plankje op, er gaat een draad in doorheen, dan schroef je dat hele spul bij elkaar vast. Stukje schuimrubber erop, zeildoek eroverheen en wat hou je over? Een perfecte kruk. Oh. Dit zijn mijn meubeltjes in het schuurtje, daar zit ik veel op. Ik heb er inmiddels zo'n 20 gemaakt. Nou, we staan hier nu in de Graanpakhuizen, in de tentoonstelling over het scheurwrak, waar dan het schilderij van Maria Tesselschade heel belangrijk is. Waarom? Op de kerstnacht van 1593, dus bijna 400 jaar, ruim 400 jaar geleden, lag hier een vloot op de Reeder van Texel van 140 tot 150 schepen. Het was een graanvloot, die was dus ingericht om met graan richting Italië te gaan. Toen brak er een storm los hier op de Reeder van Texel en toen gingen er iets van 40 schepen ten onder. 40 schepen met graan ten onder, 1000 van die bemanningsleden verdronken en spoelden na verloop van tijd weer aan de kust van Oude Schild. Roemer Visser was een graanhandelaar en dichter te Amsterdam. Die had heel veel van zijn geld gestoken in die graanschepen. Hij was bijna failliet gegaan, heeft het toch nog gered, maar was dus heel veel geld kwijtgeraakt. Had dus heel veel schade geleden. Zijn vrouw was op dat moment zwanger. En een paar maanden na die ramp van 1593 werd er een dochtertje geboren in het gezin van Roemer Visser.
In de aanleiding van die ramp heeft hij zijn dochter dan ook Maria Tesselschade genoemd. Na Maria Tesselschade, de schade van Tessel, zien we hier dus op het schilderij dat wij geleend hebben vanwege deze tentoonstelling over het Scheurakwrak vanuit het Muiderslot. Het Scheurakwrak is een schip, een graanschip, wat gelokaliseerd is in 1984. En vermoedelijk, we kunnen het bijna zeker zeggen, is dit een van die schepen die ten onder zijn gegaan in die ramp van 1593. Waarom weten we dat? Omdat er in het schip een aantal voorwerpen zijn gevonden die duiden op het jaar 1593. Er is bijvoorbeeld een trompet gevonden, een Italiaanse trompet. En daar staat een inscriptie in, 1589. Dus dan weten we in ieder geval dat het schip na die tijd is vergaan. Nou, volgens de bronnen hebben we geen stormen meegemaakt in de jaren 90, 91 en 92. En de eerste storm vond toen plaats in december van 1593. Dus we kunnen stellen dat het schip eronder is gegaan in 1593. 400 jaar later, plus 1, is het dus gevonden hier op de reden van Tessel. En vandaar dat we dus Maria Tesselschade combineren met de tentoonstelling over het Scheurakwrak. En hier is hij dan, de nieuwe kids. Dylan neemt u mee elke week naar een nieuwe klus, uiteraard bijgestaan door steeds weer een nieuwe specialist. Dylan, zat je al op me te wachten? Ja. Goed zo, dan gaan we naar boven. Ja, ik hoorde je geruit gingen en zetten. Ja, dat klopt. Ja. Lopen we verder. Ik heb hier een stuk karton, dan moet ik eerst de mal uitzetten. Ja. Want we kunnen niet zomaar natuurlijk vierkante ruiten inzetten, dat gaat nou helemaal niet. Nee. Dus we nemen een stuk karton, tekenen we precies de mal uit. Zo, even controleren. Dat moet hem zijn. Kijken we onderin of die ook past. Dat zou natuurlijk makkelijk zijn in één keer. Nee, dat is die dus niet. Dat is een hele andere. Goed dat we dat even checken. Dan doen we die ook nog een keer. Zo. Dit moet hem zijn. Dan gaan we naar de ruit. Dat is een andere trek. Goed. Maar dan wil ik één ding vragen. Waarom zet je dat dit nou in het water? Dat is geen water, dat is terpentine. Daar rolt mijn glasnijder beter. Ja. Kijk, daar smeer ik eerst het lijntje mee in. Want als je gaat glasnijden, dan mag het niet krassen. Ja. Het moet goed rollen. Nou, dan gaat hij hoor. Je hoeft er niet te hard op te drukken. Laat hem er maar gewoon overheen lopen.
Nu gaan we het ruitje omdraaien. Dan moet je hem die kant op. Even naar de andere kant toe. Pak hier staan. Geef hem maar één klein tikje op. Zie je? Lichte druk. En dan loopt die snede zelf verder. Kijk. In één keer eraf. Zullen we meteen kleiner maken? Nou, dat is één kant. Eerst weer eventjes met een smeermiddeltje. Dan gaat hij weer. Eén gehoor, hè? Mm-hmm. Nou, dan gaan we weer omdraaien. Je mag een ruit nooit zo in het midden pakken, hè? Dan wordt hij heel zwak. Altijd eventjes zo in spreidstand. Nou, het is weer gelukt. Dan gaan we eerst het glas laten uit de sponning halen. Ga je mee? Ja. Als je dat aanhaalt, die lijnen, dan is het toch veel te klein om het hierin te doen? Je bedoelt, ik heb hem aan de binnenkant afgetekend. Hoe kan het dan passen? Dan zou de ruit te klein zijn. Ja, maar daar heb ik een foefje op. Ik heb eerst de ruit op breedte gemaakt. Ja. En dan hoef ik alleen maar die bovenste lijn aan te houden en die rondingen. Voor de rest laat ik hem naar de maat van de gesneden ruit lopen. En dan zou die altijd moeten passen. Ja. Goed, gaan we nu het glas laten eruit halen. Als je de glaslatten eruit haalt, moet je altijd zorgen dat ze op schema neergelegd worden. Goed, het is natuurlijk heel belangrijk dat die sponning goed schoon is. Dus dan halen we heel voorzichtig de krabben erheen. Je moet zorgen dat eerst het glas weg is. Dan ben ik nog iets heel belangrijks vergeten te vertellen. Als je glas gaat zetten, dan moet je altijd zorgen dat je dit in je zak hebt. Pleisters. Juist. Goed vlak houden. Dat gaat fantastisch, Dylan. Kan ik wel even koffie gaan drinken? Ja, kom ik zo bij je terug. Nou, moet aan de bovenkant een klein randje af en dan is hij goed. Dan gaan we even aftekenen. Kijk, zo is het even preciezer natuurlijk als met zo'n mal, hè. Nou, Dylan, daar gaat hij. Eerst onderin laten rusten. Dus je moet zorgen dat die onderin er wel in blijft natuurlijk. Ja. Dus hou je even je been erbij. En laat je hem er langzaam in vallen. Kijk. Past die? Ja. Keurig. Nou, dan kan hij weer uit. Dan moet ik kippen. Dan heb je minder kans dat hij breekt, als je op twee rubbertjes staat. Ja. Nu gaan we de band inplakken in de sponning. Dat is ten eerste tegen het rammelen. En ten tweede breekt hij niet zo gauw. Dat is in plaats van kit, Dylan. Ja. Voor de binnenkant. Dus kun je ook wat makkelijker afhalen. Ja.
Nou, kom maar dan. Vanaf hier. Zo, dat is dat. Dan gaan we de spijkertjes van de latjes terugslaan. Dat je het glas stuk slaat en heel zachtjes tegen het glas aan laten glijden. Kijk. Dan gaat hij minder gauw stuk als dat je per ongeluk raakt. Zo. Dat is hem, Dylan. Dylan eruit even schoonmaken. Kruis op, dan zie je dat de glas niet is. Ja. En recht ophouden, zeg, dus dat glas neer. Keurig. Gewoon door, keurig. Is het goed? Nou, dat gaan we afwachten. Dan haal je glasplaat naar voren. Ja, nog een stukje. Ja. Dan geef je hier een tikje om, precies onder het sneetje. Is het nog niet goed? Nee, het is nog niet goed, want ik zie nog niet dat er wat gebeurt. Kijk, zo? Echt zo. Nog een keer. Hoeft niet zo vreselijk hard, als je het naadje maar raakt, het sneetje. Ja. Nog een keer, ik zie nog steeds niks. Ja. Zag je hem? Ja. Nou, dan mag je hem afbreken. Hier zo naar beneden. Voorzichtig, kom maar hier staan. Alleen aan die kant. Ja. Dan loop je vanzelf daarheen. Ja. Keurig. Schitterend. Nou, dat was het, Dylan. Ja. Cursus glas snijden. Dan gaan we de spullen weer opruimen. En dan gaan we op huis aan. Ja. Afgelopen zomer is jeugd- en jongerenwerk het Muizenvoort gesloten. Voor velen is de reden onbekend. Wij hebben daarom een aantal mensen uitgenodigd die de reden willen toelichten. Vanavond spreek ik met meneer Zijlstra van het bestuur van het jeugd- en jongerenwerk. Goedenavond. Waarom is het Muizenvoort gesloten? Omdat van de zomer bleek dat het werken zonder jongerenwerkster, die al een paar maanden thuis zat, eigenlijk onmogelijk werd, doordat de medewerkers die dat vrijwillig probeerden te draaien toch te veel problemen ondervonden. Problemen in welke zin? Overlast op straat, feesten die uit de hand liepen, ze hielden zich niet meer aan sluitingstijden. En dan is het voor vrijwilligers erg moeilijk om de zaak onder controle te houden. Worden er nog maatregelen genomen? Wordt er nog geprobeerd om het open te krijgen? Want ik had begrepen dat in eerste instantie van een tijdelijke sluiting sprake was. Maar dat werd op een gegeven moment definitief. In hoeverre bent u er nog mee bezig? Ik ben ook lid van de gemeenteraad. En in die functie heb ik dus ook aangekaart dat het jeugd- en jongerenwerk wat mij betreft zeker voortgezet moet worden. We hebben als bestuur ook steeds de afgelopen maanden geprobeerd om het zo goed mogelijk te draaien met vrijwilligers. En dat verliep de eerste maanden
redelijk goed. Maar in de zomervakantie eigenlijk steeds minder. Kleine diefstallen, problemen met wat ik al zei, sluitingstijden, wat uit de hand lopende feesten. En ja, dat was voor ons toch aanleiding om te zeggen van het bestuur kan de verantwoordelijkheid op dit moment niet meer dragen. Maar ik ben zeker van plan om alles te proberen om het jeugd- en jongerenwerk in Muiden te behouden. Ik heb al begrepen dat er is al eerder iets geweest van jongerenwerk. Dat is toen ook al gesloten geweest. Ik heb begrepen dat dit de tweede keer, zeg maar, is de afgelopen jaren, dat de tweede keer is dat er een jeugd- en jongerenwerk geweest is. Maar als je mensen die heel lang in Muiden wonen spreekt, dan hebben ze het over de derde en de vierde keer, geloof ik. Dat is echt, kijk, dat is een beetje de aard van het werk. Het zijn generaties die elkaar opvolgen. De jeugd die komt hier binnen met 12, 13 jaar. Als ze van de lagere school gaan naar de middelbare school. En ja, worden dan ouder. 4, 5 jaar later krijgen ze andere belangstellingen en hobby's. En dan verdwijnen ze vaak weer uit Muizenvoort. Ja, iedere generatie heeft zo zijn eigen kenmerken en problemen. En ja, de belangstelling verschuift. Dus je moet ook steeds nieuwe dingen gaan doen met jeugd. En dan op dit moment is blijkbaar de manier waarop we afgelopen 3 jaar gewerkt hebben met de jongerenwerkster is weer achterhaald, overleefd. Dat is ook iets wat in omliggende gemeenten in Weesp en in Bussum ook meemaakt. En we zijn eigenlijk al een maand of 6 op zoek naar nieuwe vormen. Daar hebben we Job, een stichting uit Hilversum, voor ingeschakeld. Die doen een onderzoek van hoe je dat in Muiden zou kunnen aanpakken. Deze stichting heeft ook onderzocht of het open moest blijven en of het moest sluiten. Ja, daar zijn ze mee bezig. Ze zijn in feite aan het proberen om het draagvlak en de belangstelling van de jongeren in Muiden te peilen. En ze proberen daar met creatieve voorstellen te komen. En maar wat mij betreft moet het een vervolg krijgen, het jeugd- en jongerenwerk in deze gemeente. Want er komt weer een nieuwe generatie 12, 13, 14-jarigen aanzetten. En ik vind dat die ook recht hebben op wat activiteiten, wat leuke dingen, sport, recreatie, wat je dan ook voor ze organiseert. Daar zitten we dan in een lege Muizenvoort. Ik spreek hier met de voorzitter van bestuur, Wouter Wormhout. Wouter, goedenavond. Vertel me, waarom is het Muizenvoort gesloten? Dat is een moeilijke vraag, waar we zelf ook een beetje mee zitten. Persoonlijk denk ik dat het komt gebrek aan motivatie bij de medewerkers. Op een gegeven moment blijkt gewoon dat het heel moeilijk is om met totale vrijwilligers een jongerencentrum te runnen. En ja, ik denk dat het daarom verkeerd is gegaan. Niemand was meer in staat om elkaar te motiveren om er tegenaan te gaan. Want het is dus zeg maar een beetje de verkeerde kant op gegaan na het vertrek van de vaste medewerkster. Je doelt op Marijke, denk ik. Het is zo gegaan. Marijke die gaf op een gegeven moment te kennen dat ze ermee wilde stoppen. En dat zou betekenen dat het hele jongerenwerk zoals het bestond zou moeten stoppen. En dat vonden we natuurlijk ontzettend jammer. Dus we hebben gekeken of er mogelijkheid was met de medewerkers, of met de gasten die hier kwamen, bezoekers, of we in staat waren om een bestuur te vormen en dan gewoon op de oude voet verder te gaan. Dat is in eerste instantie gelukt. We hebben een aantal feesten georganiseerd die best wel druk bezocht werden. Op een gegeven moment, iedereen die kwam afspraken niet na. Omdat je geen tijd hebt als vrijwilliger. Mensen die moeten ook werken, dus er schieten wel eens dingen bij op. Aan wat voor afspraken spreken we hier over? Nou, bijvoorbeeld als er een feest moest worden georganiseerd, dat je van tevoren bepaalt wie wat moet doen, de taken verdeelt. En als het dan zover is dat zoiets dan gaat gebeuren, blijkt weer dat iedereen een beetje vergeten was wat er nou werkelijk zou moeten gebeuren. En als dat te vaak voorkomt, dan krijg je onderling wrijvingen. En op het moment dat gebeurt, is het heel moeilijk om de boel gaande te houden. Op een gegeven moment zijn er dingen verdwenen. Er is een videokanon verdwenen, er zijn tv verdwenen. Nou, toen hebben we gezegd van nou, dit wordt erg. We moeten nu een punt achter zetten. Maar weer kijken of we het op een andere manier kunnen proberen om het open te krijgen en te houden. Jullie hebben niet voor de definitieve sluiting andere dingen geprobeerd, andere maatregelen getroffen?
Nou, we waren van plan om te zeggen van, nou, net als bijvoorbeeld het opruimen was ook een cruciaal punt. Niemand was, vond dat, dat er opgeruimd moest worden. En iedereen zegt, we moeten opruimen. Ja, dat moet ja maar is er voor de definitieve sluiting nog iets geweest van, we gaan eerst iets proberen, lukt dat niet, dan gaan we dicht? Ja, dat klopt. Dus ze hebben gezegd van, nou, we gaan twee of drie weken gaan we dicht. Dat was ook in overleg met de burgemeester. Er was wat overlast geweest van de feesten die we gehad hadden. Dat het te lang open is geweest. Veel lawaai op straat ook. Dus we dachten van, nou ja, daar hebben die ook gelijk in. En dat is een beetje een bende. Er lag allemaal hout hier in de nooduitgang van een podium dat af hadden gebroken. Dus we vonden het een goed idee om twee weken dicht te gaan. Dat is in samenwerking met de burgemeester hebben we het erover gehad. En dat hebben we gedaan. En toen op een gegeven moment was het, alles hadden we een beetje opgeruimd. En toen zijn er een aantal medewerkers geweest, die hebben het fort weer open gedaan, terwijl het niet de afspraak was. Nou, en ja, toen hebben we gezegd van, nou, nu kan het niet meer. Voordat er nog meer dingen verdwijnen en voordat er ook geld gaat verdwijnen en andere dingen, moeten we er nu echt mee stoppen. Want de totale controle, het hele overzicht, was gewoon weg bij iedereen. En, ja, en als dat het geval is, dan ben je niet in staat om een jongerencentrum open te houden. En wat is nou de toekomst voor het fort, voor het jeugd- en jongerenwerk? Nou, we zijn op het ogenblik nog steeds bezig met een onderzoek. Dat wordt door andere mensen uitgevoerd om te kijken of er een draagvlak is om weer verder te gaan met het jongerenwerk. Ikzelf ben bezig met de oefenruimte die hier ook gemaakt is door ons ten tijde van het Muisfort toen nog open was. Wat voor oefenruimte is dit? Nou, het is een oefenruimte die is ingericht met een drumstal, wat versterkers en een zanginstallatie. Die hebben we verhuurd aan mensen die daar konden spelen, oefenen, bandjes. Nou, daar ben ik persoonlijk nu mee bezig om te kijken of er de mogelijkheid is om dat in ieder geval vast open te laten zijn. Zodat mensen daar kunnen spelen. Natuurlijk hopen we dat we in de loop van de tijd weer gewoon verder kunnen gaan met het jongerenwerk. Alleen dan met een ander bestuur, andere medewerkers en toch een andere uitgangspunten dan wat wij geprobeerd hebben. We hebben geprobeerd om de afgelopen half jaar om het op onze manier te doen met de medewerkers die er waren. En het is gewoon gebleken dat dat in ieder geval geen haalbare kaart is. En de oefenruimte is leeggehaald, neem ik aan, hè? Die staat veilig. Ja, we hebben nu gezegd, er is ook een sleutel verdwenen, dus we hebben de spullen die daar staan, die hebben we weggehaald. Zo gauw we weten dat het in ieder geval weer open kan gaan, dan zorgen we ervoor dat er gewoon mensen zijn en dan is er niks aan de hand, dan kan het gewoon blijven staan. Meneer Van Esveld, goedenavond. Kunt u ons toelichten waarom de gemeente is overgegaan tot de sluiting van het jeugd- en jongerenwerk? Ik denk dat het wel kan, maar het is een beetje een lang verhaal. In die zin, er zijn een aantal incidenten geweest. Ruim voor de zomer, heeft de jeugd- en jongerenwerkster, Marijke de Bruin, te kennen gegeven dat zij toch wat problemen had met de organisatie en met een aantal incidenten die zich voordeden. Dat is voor het bestuur van de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk aanleiding geweest om een bureau uit te nodigen om een onderzoek in te stellen van hoe moeten we verder met het jeugd- en jongerenwerk in Muiden. Dat bestuur is vervolgens naar de gemeente gegaan en heeft gezegd wij gaan dat onderzoek instellen. En toen hebben wij als college van burgemeester en wethouders gezegd, ik denk dat het veel beter is dan dat wij opdracht geven voor dat onderzoek dan dat jullie dat doen. Ten slotte betalen wij het indirect toch, maar dan kunnen wij ook de vragen doen stellen die het college vindt dat gesteld moeten worden. Namelijk, hoe staat nu A, de jeugd, de doelgroep tegenover het jeugd- en jongerenwerk en B, hoe staat de bevolking van Muiden tegenover datzelfde jeugd- en jongerenwerk? Dan want ik had begrepen dat de doelgroep waar jeugd- en jongerenwerk naartoe gericht was, dat een beetje vervaagde. Ja, dat is wel zo. Aanvankelijk is altijd voor ogen geweest de groep van 12 tot 16-jarigen in de afgelopen jaren. En daar is ook wel weer een reden voor aan te geven. Is die leeftijd wat opgekrikt. Maar wat zagen wij in de laatste maanden voor de zomer? Dat er eigenlijk een groep van 18 jaar en ouder en veel ouder een beetje bezit had genomen van het rechterdeel hier van het Muizenfort. Zo zelfs dat
er sprake was van, ik wil niet zeggen van een overval, maar in ieder geval dat het gewone jeugd- en jongerenwerk daar nauwelijks nog meer kansen kreeg. Op een gegeven moment werd duidelijk dat het ook een troep werd. Dat daar gewoon niet meer die dingen gebeurden waarvan het gemeentebestuur hoopte dat ze zouden gebeuren. Er is een beetje chaos ontstaan. De nooduitgang die daar naar achteren loopt, die was geheel gebarricadeerd met troep en rotzooi. En dat is op 30 juli aanleiding geweest voor het college om te zeggen, wij sluiten de tent voor 2 weken. Als binnen die 2 weken de zaak niet is opgeknapt, dan zullen wij ons beraden of we nog wel verder kunnen gaan. Dan nu, half augustus bleek dat de situatie nog precies hetzelfde was. En toen hebben wij in overleg overigens met de bestuur van de Stichting Jeugd en Jongerenwerk, want die waren daar zelf ook voor, moeten besluiten om de zaak te sluiten. En daarna zijn er nog wat ongelukkige dingen geweest, er zijn wat dingen weggehaald. Kortom, er is een hele nare situatie ontstaan. En dat betekent dat het onderzoek waar we eigenlijk al voor de zomer toe besloten hadden als gemeenteraad, zich nu vooral concentreert op de vraag van jongeren. Hebben jullie nog behoefte aan jeugd- en jongerenwerk? En bevolking van Muiden, zien jullie dat nog zitten met alle schaduwzijden die er soms zijn? Wij wachten nu dat onderzoek naar wat wij dan noemen maar het draagvlak van het jeugd- en jongerenwerk in de gemeente af. We gaan volgende week weer met Job, dat is dat onderzoekbureau in Hilversum, rond de tafel zitten. En dan zal de gemeenteraad op grond van de conclusies van het onderzoek een besluit moeten nemen van gaan we verder en zo ja, hoe gaan we verder? Dus ook van de gemeentekant kunnen wij een positief antwoord tegemoet zien in de zin van wij zouden het graag open willen houden mits aan de voorwaarden voldaan worden. Ja, dat is natuurlijk zo. Jeugd- en jongerenwerk is een positieve zaak. Maar als het niet leeft in Muiden, nog bij de bevolking, maar vooral nog bij de jongeren zelf, dan moeten we daar niet meer verder gaan. Als wij bang zijn dat er weer opnieuw excessen zullen ontstaan, dan moeten we het ook niet doen. Maar het is niet zo dat dit onderzoek een middel is om het jeugd- en jongerenwerk te scalperen, als ik het zo mag uitdrukken. We zitten midden in de kinderboekenweek. Ik zit hier in de bibliotheek met Marian Buffalo. Hallo. Hi. Wat is kinderboekenweek eigenlijk? Kinderboekenweek is een feest georganiseerd door de CPNB, Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek. Dat is een stichting en die heeft dat ingesteld, kinderboekenweek. Dan worden er prijzen uitgereikt voor de beste verhalen en tekeningen in kinderboeken. Oh, dus het is echt meer een prijzenfeest dan een leesfeest? Het is in principe een prijzenfeest, ja. Want het is natuurlijk heel erg fijn als schrijver dat je zo'n prijs in de wacht sleept, zo'n gouden griffel. Doet je natuurlijk heel erg goed. Ja, precies. Ik heb altijd begrepen dat het was om kinderen te stimuleren om te gaan lezen. Maar dat is dus eigenlijk helemaal verkeerd. Nou, je brengt die schrijvers dan wel onder de aandacht van de mensen en dus ook van kinderen. En dat feestje wat je er als boekhandel, bibliotheek of school mee maakt, dat stimuleert kinderen tot lezen. En propaganda van het Nederlandse boek geeft wel aan, dat is inderdaad om mensen te stimuleren te gaan lezen. En zeker kinderen natuurlijk in dit geval. En daarvoor hebben ze ook dat boekje natuurlijk iedere keer, hè, wat gratis meegegeven wordt in de boekhandel, als je een boek koopt tenminste. Dat is een immetros. Ik moet hem voorlezen, anders weet ik hem niet. De huiveringwekkende mythe van Perseus. Dat krijg je gratis als je een boek koopt? Als je een boek koopt nu deze week in de boekhandel, dan krijg je dit er gratis bij. Ja, is dat het kinderboekengeschenk? Dat is het kinderboekenweekgeschenk, ja. Wordt het speciaal geschreven voor de kinderboekenweek? Dat wordt speciaal geschreven, ja. Want dan krijg je op een gegeven moment te horen in Boekblad, is dat is een vakblad voor boekhandels.
wordt echt heel serieus bekendgemaakt wie dit jaar het kinderboekenweek geschenk gaat schrijven. Maar dat is bij de gewone boekenweek voor volwassenen ook. Ja, dat is waar. Nou, lees je wel eens in de krant of je ziet op de televisie iets over griffels die worden toegekend en andere prijzen. Kun je dat uitleggen op het werk? Ja, er wordt gewoon een jury bij elkaar geroepen. En dat zijn mensen die, wat ik altijd begrepen heb, gewoon in principe heel erg van lezen houden. Dat kunnen jeugdbibliothecarissen zijn of mensen die op een andere manier bij jeugd of boeken betrokken zijn. Die gaan dan met z'n allen als gekken die boeken lezen. Dat is dus bijna niet te doen, begrijp ik altijd. En het is echt elke week, op een gegeven moment beginnen ze. Ze hebben een paar maanden de tijd. Nou, dan gaan ze elke week vergaderen. Gaan ze weer een koffer vol naar huis. Gaan ze weer als gekken al die boeken lezen. En dan komen ze weer terug en dan gaan ze weer overleggen. Dus het wordt heel overwogen gedaan. Er gaat ook een heleboel tijd, vrije tijd vaak in zitten van die mensen. Maar die boeken worden dus niet door kinderen gekozen? Nee, die boeken worden dus niet door kinderen gekozen. Wat dus ook vaak betekent dat er boeken gekozen worden. Waarvan ik dan al van tevoren weet, oh, die ga ik helemaal nooit uitlenen. Want dat kiezen kinderen niet. En het zijn wel vaak boeken, want dat verschil heb je natuurlijk met boeken. Waarvan het verhaal heel mooi is en waarvan je bijvoorbeeld als je het gaat voorlezen, nou dan genieten ook die kinderen zich de blubbers. Alleen het is bijvoorbeeld niet een boek wat nou aanspreekt om te pakken, ze gaan het zelf niet lezen. Maar waarom kiezen kinderen dat dan niet? Waarom kiezen zij dan niet welk boek ze het leukste vinden? Nou, jij vraagt eigenlijk andersom. Waarom kiezen volwassenen dan een boek wat kinderen niet leuk vinden? Nee, dat bedoel ik niet. Dat moet er dus even uit. Mag dat niet? Ja, mag foutjes zitten. Maar ik wil eigenlijk vragen... Wat kiezen zij dan? Kinderen kiezen toch ook wel eens een boek? Ja, die kunnen ook heel goed aangeven wat ze leuk vinden. Jazeker. En dan kom je bij die Nederlandse kinderjury. Die is dus ingesteld, zeg maar, als tegenhanger van die... Want dit was altijd dan een beetje een onderwerp discutabel, hè, dat volwassenen de prijzen voor kinderboeken kiezen. Nou, ze voor kinderen, dus die kinderjury ingesteld. En dan kiezen ze hun eigen boeken. Maar wat je dan in praktijk ziet, wat er gebeurt, is dat kinderen kiezen... Dat wat ze kennen en wat ze aanspreekt. Die kiezen minder gemakkelijk hele nieuwe schrijvers bijvoorbeeld. Ja. En kiezen ze die schrijvers die al lekker weglezen of die al de naam gemaakt hebben. Of als je al 5 boeken van Paul van Loon gelezen hebt, dan ga je die 6e ook leuk vinden. Ja, bijna dezelfde. Ja, en Paul Biegel, er zit wel lichtelijk een verschuiving in. Het zijn wel steeds, maar dat gaat heel langzaam. Terwijl bij die griffels zitten echt vaak nieuwe namen bij al. Maar wat gebeurt er dan met die boeken die de kinderen hebben uitgekozen in de kinderjury? Zijn er ook prijzen voor? We doen hier in Muiden wel mee aan de kinderjury. Dat zijn gewoon, maar de kinderjury zijn eigenlijk gewoon alle boeken die in een bepaald jaar uitgekomen zijn. En dan wordt er van februari tot en met mei gelezen door de kinderen. En dan mogen ze zelf een beoordeling over dat boek geven. En dan sluiten wij hier af met een schrijver. Dan heb je de uitslag van Muiden. 4 maanden gelezen. Alle boeken van 1995 hebben we gelezen in 96. Hier kan je dat natuurlijk niet doen. En dan wordt het afgesloten en dan sturen wij die uitslag op. En dan wordt het landelijk 1 uitslag. Dus daar zit je verder geen prijs aan. En dat is dus een andere uitslag dan die van Griffels en Pinsen. Zijn er ook nog speciale activiteiten? In de kinderboekenweek, ja, die hebben we. Kinderen kunnen meedoen aan een kleurplatenwedstrijd, aan een puzzelwedstrijd, die echt moeilijk is, want ik stond net bij de moeder te puzzelen en hij is echt ingewikkeld schijnbaar. We hebben volgende week woensdag een theatervoorstelling voor kinderen van 2 tot 7 jaar. En dat is, ja, we hebben hier 's middags op woensdag en vrijdagmiddag om 3:30 kan je in je favoriete Disney film komen kijken. Het was eigenlijk het thema dit jaar? Heksen. Ja, heksenketel. Ja, en sprookjes zijn dan het thema. We zitten natuurlijk al halverwege de kinderboekenweek. Maar zijn er volgende week ook nog activiteiten in de bibliotheek? Volgende week hebben we ook nog activiteiten. Op woensdag en vrijdagmiddag mogen kinderen om 3:30 hier naar de bibliotheek komen om hun favoriete Disneyfilm te bekijken als ze dat leuk vinden. Op woensdag de 9 oktober hebben we hier beneden in de zaal, in de kazerne, een theatervoorstelling.
van Kabouter Vierenlier. Die begint om 2:30. En het is voor kinderen van 2 tot 7 jaar. En voor de rest kunnen de kinderen niet vergeten om hun kleurplaten en puzzels die ze hebben gemaakt en gekleurd terug te brengen naar de bibliotheek. Want de prijsuitreiking die is ook op die woensdagmiddag om 3:30 na de voorstelling. Dus breng ze nog even langs. Op 9 en 10 november aanstaande vinden voor alweer de 5e keer de Muiden Pampus Muiden roeisloeperraces plaats. Deze races, over een traject van circa 9 kilometer, starten zaterdag om 11 en 3 uur en zondag om 11 uur, nabij de Koninklijke tegenover het Muiderslot. Dit jaar zullen ongeveer 80 sloepen deelnemen, waaronder voor het eerst een tiental Engelsen. Het Muiderslot staat al eeuwen bij ons in Muiden. Dat weten we natuurlijk allemaal. Maar in het Muiderslot is ook de laatste periode het een en het ander veranderd. Het is niet meer het museum zoals het vroeger was. Wat is er allemaal veranderd? Daarover praten we met de nieuwe directeur van het Muiderslot, Willemien het Hooft. Mevrouw het Hooft, directeur van het Muiderslot, maar dat heet denk ik iets anders, hè? Ja, het is sinds 1 januari 1995 de Stichting Rijksmuseum Muiderslot. En ik ben directeur van de stichting. Dat is inderdaad anders dan vroeger. Alle Rijksmusea zijn verzelfstandigd, zoals het heet. En zijn ondergebracht in stichtingen. Zelfs het Rijksmuseum in Amsterdam is nu een stichting. Is dat een vorm van privatisering, zoals men dat noemt? Ja, het is een vorm van privatisering. Het is een vorm van verzelfstandiging waarbij de overheid een wat grotere afstand heeft genomen. Meer aan de musea zelf overlaat, maar zeker niet zonder ze goed in de gaten te blijven houden. We zijn allemaal rijksgesubsidieerd. Is het slot nu van de stichting? Nee. Het slot is rijks, is en blijft rijkseigendom. Het gebouw is rijkseigendom en dat blijft gelukkig zo, want het is natuurlijk een gebouw waar door de aard heel veel werk aan is. En we zijn heel erg blij dat het Rijk daar altijd voor zal blijven zorgen. Het museum en de exploitatie van het museum, dat is in handen van de Stichting Rijksmuseum Muiderslot. Maar het is dus niet zo dat, stel dat een stichting die een Rijksmuseum beheert, in de problemen komt, dat er een bordje te koop voor komt staan. Laten we hopen, niet. Nee. Het blijft rijkseigendom. Het blijft rijkseigendom, ja. Ook de collecties zijn rijkseigendom gebleven, maar in handen gekomen van of in bruikleen gegeven aan deze stichtingen. Vroeger was het zo dat het Rijk middels het ministerie verzorgde alles van alle Rijksmusea. Die privatisering, betekent dat dat de musea's nu zelf hun budget moeten gaan bepalen? Niet helemaal. Ik zei het zo even al, het blijft natuurlijk rijksgesubsidieerd. Maar het betekent wel dat deze zelfstandige musea ook moeten laten zien dat ze in staat zijn voor dat museum te zorgen. Waarbij de rijkssubsidie natuurlijk een prachtige bodem is in het budget, maar van de rijkssubsidie alleen zal het niet meer kunnen. En in geprivatiseerde vorm, dus in stichtingsvorm, ben je als stichting ook wat makkelijker in staat om te proberen andere geldstromen te genereren. Dus en je zult ook wel moeten. Dus iets commerciëler worden? Ja, je houdt natuurlijk je eerste museale taak, namelijk zorgen dat het museum over 100 jaar eigenlijk nog net zo is als het nu is. En dat mensen over 100 jaar er nog net zo van kunnen genieten als het bezoek nu. Dat is en blijft je eerste taak. Dat mag je nooit commercialiseren. Dat zal ook nooit de bedoeling zijn van het Muiderslot. Maar je moet creatief nadenken over waar je eventueel geld vandaan kan halen om te zorgen dat het slot blijft wat het moet zijn, een openbaar museum. Ja, maar meer projecten dan alleen de rondleidingen? Ja, zeker. Ja. Ja. Nu is er het laatste jaar zo'n beetje regelmatig, zijn er wat strubbelingen geweest, lijkt het wel, in de pers tussen het Muiderslot en de Muiers. Bijvoorbeeld over de toegang van de tuin, om een voorbeeld te noemen. Hoe zit dat? Ten eerste is het slot natuurlijk niet los te denken van de plek waar het staat. Hè? Ik bedoel, als we het slot niet hadden,
dan was alles wat er verder in staat niet zo belangrijk als het nu is. Bij dat slot hoort het terrein. Huis en hof horen bij elkaar. Dat is historisch gezien zo. Dat is tegenwoordig ook nog zo. Ik bedoel, je ziet nooit je huis los van de tuin. Dat zijn niet twee verschillende dingen. Dat hoort bij elkaar. Dat betekent dat ook in de tuin, dus op dezelfde manier naar dat museum wordt gekeken in de tuin. U kent de tuin vast wel. Het is een prachtig voorbeeld van een 17e-eeuwse kruidhof. Met planten daarin die in de tijd van P.C. Hooft de belangrijkste bewoner van het slot ook al bekend waren. Het is niet zomaar, dat komt niet zomaar tot stand. Ook dat kost een heleboel geld. Ja, maar vroeger kon dat toch ook? Ja, vroeger kon dat ook, maar daar is dus wezenlijk iets veranderd in de subsidie van het Rijk. Als je vroeger tekort kwam, dan paste het Rijk wel bij op een of andere manier. Nou, die mooie tijden zijn helaas echt voorgoed voorbij. Je moet er nu zelf voor zorgen. Ook dat is een stukje behoud van je culturele erfgoed. Hè? Ook die tuin hoort bij het cultureel erfgoed. Nou, al die mensen die genieten van de tuin en van het slot, vragen we dan op een of andere wijze een kleine bijdrage aan het onderhoud en het behoud van de tuin. Dat moeten we zelf betalen, dat doet het Rijk niet voor ons. En het kost gewoon een heleboel geld. Zeker om de tuin in staat te houden zoals hij is. Die is heel erg mooi en wordt heel goed onderhouden. Daarnaast zijn we deze zomer voor het eerst begonnen met een beeldententoonstelling in de tuin. Dat geeft toch ook aan dat er wat andere museale activiteiten rondom het slot komen dan alleen maar een bezoek aan het slot. We hebben ons gerealiseerd, niet alleen in de laatste plaats omdat de Stichting Behoudvesting Muiden ons ernstig op de vingers heeft getikt met een petitie om het slot voor de Muidenaren of de slottuin voor de Muidenaren open te houden. Dat hebben we ons terdege gerealiseerd dat we daarmee misschien een te groot offer van de Muidenaren hebben gevraagd. En we hebben een heel plezierig overleg met de Stichting Behoudvesting Muiden gehad daarover en daar hebben we het volgende met ze afgesproken. Wij willen graag op 26 oktober, zaterdag, vanaf 10 uur tot een uur of 12, heel Muiden uitnodigen op de koffie op het Slotplein. Dat is leuk. Ja, wij hebben samen met de Stichting Behoud Vesting Muiden dat idee opgevat. En wij willen heel graag alle inwoners van Muiden en Muidenberg uitnodigen om koffie te komen drinken op het slot op de 26e van 10 tot 12 uur. Dan willen we ook graag wat vertellen over het slot en over de tuin. En op die dag en vanaf die dag zullen alle inwoners van de gemeente die een 65-plus pas hebben bij ons een stickertje kunnen halen dat op die pas wordt geplakt. En dan mogen de 65-plussers altijd gratis komen wandelen. Daarnaast is er een mogelijkheid voor de gezinnen uit Muiden en Muidenberg om een soort wandelkaart, een vriendenkaart voor de tuin te kopen voor €27,50 per gezin. En daarmee hopen we dan dat we aan de ene kant laten zien hoe belangrijk wij het vinden dat de Muidenaren trots zijn op hun slot en trots zijn op de plek waar ze kunnen wandelen. Maar aan de andere kant ook een klein steentje bijdragen aan het onderhoud van de tuin en van de vesting. Want daar gaat het ons natuurlijk om. We willen het graag zo houden. En daar moeten we met z'n allen een veertje voor laten, zoals dat heet. Een soort compromis in ieder geval met de Muidenaren. Ja. In ieder geval de oudere Muiders. Daar wordt het in ieder geval sowieso van mogelijk gemaakt. Ja, zeker. Ja. Overigens, op een museumjaarkaart kun je er ook in. Altijd. Dus als je een Rabo-pas hebt, dan Rabo-pas, sommige mensen vergeten dat nog wel eens, maar de Rabo-Europas, daar zit altijd een museumjaarkaart op. Die krijg je gratis mee met die pas. Daar kun je altijd gratis mee het terrein op. U hebt gezien, bij binnenkomst, de kassa is dit jaar verplaatst. Er staat nu een kassa in aanbouw, zeg maar. We hebben een nieuwe, grotere, betere kassa krijgen, maar die moet nog wat aangekleed worden. Die is ook wat veiliger en die wordt ook mooi geschilderd nog. Dat betekent wel dat iedereen even langs de kassa moet, zodat wij gewoon weten, iedereen hier op het terrein heeft of een tuinpas of heeft het recht op gratis toegang, een museumjaarkaart of gewoon een kaartje voor het slot. Ja. En in december zijn we twee weekenden open
in kerstsfeer, 14 en 15 december, zaterdag en zondag van 1 tot 5. En het weekend daarna, 21 en 22, ook van 1 tot 5. Dan is het slot in kerstsfeer. Dit jaar zullen we voor het eerst zorgen voor een echte, mooie, historische, 17e-eeuwse kerstversiering. 7 kaarslicht en de mogelijkheid om zelf door het slot te dwalen. Dus niet met de rondleiding mee, maar iedereen heeft dan de gelegenheid om zelf door het slot te dwalen. Dat er extra mooi uit zal zien. Dan. Mag je kinderen dan meenemen? Ja, natuurlijk mag je je kinderen meenemen. Graag zelfs. Ja. Doen jullie nog wat speciaal met kinderen? We hebben dit jaar in het kader van het Floris de Vijfde herdenkingsjaar de Vereniging van Jonge Vriendjes van het Muiderslot opgericht. De eerste jonge vriendjes heten allemaal Floris. En de erevoorzitter van de Club van Jonge Vriendjes is onze prins Floris. Die hier ook bij de opening van het Florisjaar op bezoek is geweest. Daar kunnen kinderen lid van worden voor €12,50 per jaar. Daarvoor mogen ze altijd gratis met de rondleiding mee. Mogen altijd het terrein op. Krijgen 2 keer in het jaar de berichten uit het Muiderslot. En bovendien mogen ze 1 keer per jaar een kinderpartijtje komen vieren en 6 vriendjes meenemen. Die wij dan het liefst ook weer vriend maken van deze vereniging van jonge vriendjes. We hebben het al eerder over de museale functie gehad van het slot. En het feit dat er natuurlijk het slot voor een deel op z'n Hollands gezegd de broek zelf op moet houden. Ik kan me voorstellen. Normaal heb je altijd hele stille wintermaanden. Blijft het slot dan gewoon open? Nee, ook dat is een nieuwe beleidsbeslissing geweest. Als het slot open is voor het publiek, kun je er niks anders doen. En u weet ook, PC Hoofd had mensen om zich heen die muziek maakten, die gedichten schreven, die toneelstukken opvoerden. Die functie voor het slot willen we zo graag terug gaan brengen. De literatuur, het toneel, de muziek. Het is er natuurlijk al een beetje. De stichting Stadmuiden zorgt voor zondagochtendconcerten. Netwerk Oude Muziek uit Utrecht geeft op zaterdagavond concerten in het Muiderslot in de winter. We hebben nu gezegd, de mensen die het slot graag willen zien in de winter komen in het weekend. Dus in het weekend zijn we open voor het publiek. Ook op zaterdag. En dat is nieuw, want het was altijd alleen maar op zondag en op zaterdag dicht. Maar ook op zaterdag zijn we open en op zondag voor het publiek. En door de week is het slot dan weer het podium voor culturele evenementen. Dat moet nog groeien, dat is natuurlijk nog nieuw. Maar in de komende winter zal bijvoorbeeld de Nederlandse Museumvereniging hier een keer vergaderen. We werken aan mogelijkheden om de literatuur terug te krijgen in het slot. En met name het lezen voor kinderen. Ja. Wanneer komen we ook alweer met z'n allen op de koffie? 26 oktober van 10 tot 12. Hartelijk uitgenodigd. Iedereen die inwoner is van Muiden of Muiderberg. Om koffie te komen drinken op het Slotplein. En we zullen zorgen dat er wat lekkers bij de koffie is. Okay, tot dan. Over 5 minuten begint hier een veiling voor de weeskinderen van Slobien. Iedereen weet zo onderhand wel wat dat is. Zijn er aardige dingen ingebracht? Nou, er zijn zeker aardige dingen ingebracht. Bijvoorbeeld een paar leuke schilderijtjes aan die kant van Muiderslot, de ridderzaal. En hier een oude naaimachine en een heel mooi schaakspel. En bijvoorbeeld ook een klok uit Weesp. Geheel gratis beschikbaar gesteld. En hier dat schilderij van de Muiden schilder, meneer Hekke. Schitterend mooi. Nou, en als je zo rondkijkt hier in de zaal, is dat echt Russische spulletjes aan deze kant. Die de gasthouders meegekregen hebben uit Rusland. Die willen ze hier veilen om toch weer kindertjes te kunnen halen uit Rusland. En wat gaan jullie met het geld doen? Wij gaan daar dieselolie mee bekostigen. En volgend jaar als de kindertjes in Muiden komen, een reisje. Naar een pretpark of wat dan ook, maar
verzekering moet betaald worden, het eten moet betaald worden en noem maar op. Wanneer komen de kinderen precies? De kindertjes komen op Goede Vrijdag op Paas Zaterdag 1997 naar Muiden en gaan 31 mei weer terug. En zijn dat dezelfde kinderen als vorig jaar? Er zijn dezelfde kinderen bij, want de gasthouders wouden dezelfde kinderen weer een keer zien. En ik weet zeker dat ook die kinderen ja, weer stichter toe zijn, want ik ben er alweer een paar keer geweest daar en dan zie je het toch weer achteruit gaan. Maar ja, wat gaat daar niet achteruit? Want er is helemaal niks meer op de hoogte in het Belarus. Nee, gaat eigenlijk alleen maar slechter? Het gaat alleen maar slechter. Geld is op, fabrieken werken niet meer, dus warm water is er ook niet meer. Ja, ga zo maar door. En de blikkenactie, loopt die goed? De blikkenactie, wat ik gehoord heb, gaat heel goed. Maar er moet natuurlijk, er kan alleen maar meer bij. En dit is de bedoeling ook. Ik heb zoals hier en daar gekeken, maar... Ja, maar het is nu 5 oktober en je gaat pas 19 of 18 oktober ga je weg. Dus en, het moet toch ingezameld worden, bijvoorbeeld volgende zaterdag in de sporthal van Muiden. In de sportkantine van Muiden en Irenestraat. En in Muidenberg bij het hockeyclub, daar kunnen de mensen hun spulletjes brengen. En zondags zijn de kerken erbij bezig, 13 oktober, met de dankdag voor de oogst. Oh, dus dan komt er ook nog heel veel binnen? Dan komt er heel veel binnen dus. En 17 oktober ben ik zelf weer bezig bij de brandweerkazerne in Muiden. Dus ik heb er een hele goede hoop in. Want als je zelf links en rechts in Muiden en Muidenberg hoort, zijn de mensen zeer enthousiast aan het inzamelen. Vooral de kinderen op de school, ook weer op de school kunnen de kinderen het meenemen. En jullie gaan 19 oktober weg? We gaan in de nacht van 18 op 19 oktober gaan we weg. Dus heel vroeg in de morgen. Dan is de reis gewoon rechtstreeks naar Rusland. Dus het wordt een barretocht. Echt met afgeladen vol met spullen? Ik hoop het wel, ja. Want we zijn heel moeilijk bezig geweest met transport. Maar het is me nu toch gelukt. Dat we een bus gekregen hebben van de NZH. Want elk dubbeltje is er bij mij één. Ja. En ik moet ze 10 keer omdraaien. Dus, en, kijk, wat we niet kunnen krijgen, gaan we kopen voor die centjes dus. En elk dubbeltje is echt helemaal goed besteed. Komen ze met die blikken een beetje aardig de winter door? Nou, ik hoop het wel. Kijk, in de jaren 90, in het begin jaren 90, was die actie helpt de Russen de winter door. In principe is het een beetje dezelfde actie. Helpt de kindertjes, zeg ik dan maar, daar in het weeshuis de winter door. Want het is bar. Want het verleden jaar ben ik daar geweest in november. Daar lag het ijs al 10 centimeter op de weg. Dus ik hoop het nu niet tegen te komen. Ik ook niet thuis. Nou, heel veel succes. Dankjewel. En ik hoop zeker dat er de veiling vandaag een hoop centjes zal toe bijdragen om die kindertjes te kunnen helpen daar in het internaat. En dit is mijn doelstelling, daar blijf ik bij. Nou, perfect. Dankjewel. Dus als u dat niet erg vindt, dan beginnen we met het glas- en loodlampje. En daar hebben we al een bod op gekregen van 30 gulden. En als er iemand is die meer dan 30 gulden wil overgeven, dan wil ik het nu graag zien. Iemand meer dan 30 gulden. Hij is echt zwaar, dus het is echt glas en lood. Mooi dit. Glas en lood lampje. Niemand, eenmaal, allemaal. 30. We hebben nog een glas en lood hanglampje. Die bungelt aan de zijkant in het groen. We wilden daar eigenlijk mee beginnen met 25 gulden. 15 gulden. Is er iemand die 15 gulden over heeft voor zijn hanglampje? 15 gulden geboden, 16 gulden geboden, 17 gulden geboden voor het hanglampje, 19 gulden, 18, 16, 17, 18 gulden. 19 gulden, 20, 21 gulden, 22, 23, 24, zo gaat het goed. 24 gulden geboden, 18, 25 gulden, 25 gulden geboden, 27,5, 30 gulden. 32,5, 35 gulden geboden links, 37 gulden 50, 40 gulden, niemand meer dan 40 gulden voor het lampje, niemand meer, verkocht nummer 6.
Goedemiddag, meneer Smit. Oh, goedemiddag. En hoe is de eerste indruk? Ja, zou ik nu kunnen vragen, maar het is hier natuurlijk voortreffelijk. Voortreffelijk werken en voortreffelijk bezig zijn met elkaar. Hier zijn we zeer tevreden, ja. Alles al gevonden, alles op zijn plek? Nou, ja, alles op zijn plek, ja. Dat in ieder geval. Er is ook veel opgeruimd vanuit het oude gemeentehuis naar hier toe, maar ja, alles is te vinden. U kunt eigenlijk in de rondgang naar beneden nog even kijken hoe het op in en rond ons archief is, maar dat is aardig opgeruimd. Perfect. En weet u al iets over de opening? Want de datum is veranderd. Het is vandaag niet doorgegaan, zoals we gemerkt hebben. Nee, helaas niet doorgegaan uiteraard. En ik zal volgende week met het kabinet van de commissaris daar verder gesprekken over hebben. Wat was de reden? De reden was de trieste situatie met de vliegramp van de Dakota, waar vele ambtenaren van de provincie Noord-Holland omgekomen waren. En wat op ons een behoorlijke indruk heeft gemaakt en voor iedereen in Nederland, denk ik. Maar met name als de commissaris van de Koningin van dezezelfde organisatie hier een feestelijke opening zou moeten gaan doen. Dat konden we niet, dat konden we niet accepteren. Begrijpelijk. Nou, we houden dan de datum in de gaten wanneer de opening komt. Wordt dat dit jaar nog of is dat helemaal niet meer? Ik hoop wel dit jaar. Ik denk dat het in rondom half december zal een datum te prikken moeten zijn, denk ik. Het schilderij hangt er al, zag ik, van Jocke Overwater. Het is wat vroegtijdig natuurlijk, maar we hebben een heel mooi cadeau gekregen van de Rabobank. En die heeft een opdracht gegeven aan mevrouw Jocke Overwater en dat is er schitterend uitgekomen. Daar zijn we zeer trots en tevreden mee. Dat mogen wij alvast laten zien? U mag dat best laten zien, ja. Oké. Zeg, veel succes in dit gebouw. Hartelijk dank voor uw komst en een goede rondgang in het mooie, maar sobere gemeentehuis. Dank u wel. En werk ze verder. Dank u wel. Het is echt een prachtig gebouw, maar dat had u natuurlijk al gezien aan de buitenkant. Uiteraard. Veel meer ruimte nou, hè? Veel meer ruimte, veel meer werkplezier. De producten die we maken, die worden ook steeds beter. Ja, plezier ook? Ja, plezier voor twee. Dat ben ik.
van voren zit hij niet opzij. Ik ben zo blij, zo blij. Dat Bruus van voren zit hij niet opzij. Allemaal! Ik ben zo blij, zo blij. Ik ben zo blij, zo blij, dat Bruus van voren zit en niet opzij. Ik ben zo blij, dat Bruus van voren zit en niet opzij. Maar wel tevreden, tot zover? Fantastisch, ja, ja? Echt heel erg. Lekker zonnig, hè? Ja, heerlijk. Wel heel wat anders. Ja, dan het oude gebouw, absoluut. Ja. En u kunt ook uw spulletjes kwijt nu? Uitstekend, ja. In het oude gebouw heb ik het niet persoonlijk meegemaakt, mijn voorganger. Maar ik heb de uitgangssituatie wel gezien en dit is vele malen beter. Ja, ik zal het verschil even laten zien. In vergelijking tot de vorige keer. Hangt er netjes bij, hè? Ja, ik heb niet te klagen. Dankzij de deskundige ondersteuning van de medewerker van Bureau de Boer hebben de klus in een zeer korte doorlooptijd geklaard. Ja, want het is nogal wat zo'n verhuizing natuurlijk. Ja, en de daarbij komende sanering van het oude dynamische archief heeft geleid tot een betere toegankelijkheid van het archief. En ik moet zeggen van, het is zeer goed werkbaar. Nou, heel mooi toch? Oké. Okay. Iedereen blij? Ja. Zeg bedankt. Geen dank, graag gedaan. Hadden we erbij nog, hoor. Huh? Je moet dan wel even de dradenwinkel van de gemeente filmen. Ik weet niet of dat lukt zo door het. Dat is het elektrisch gedeelte. De data en de spraak, telefoon en computers, alles wat op uitknopt. Ja? En waar gaan we nu heen? We gaan nu eventjes een kijkje nemen bij de kluis. Het staat nog onder aan lang. Dus moet je even uitzetten, even knippen en dan moet je hem eerst uitzetten, want dat moeten mensen ook niet weten. Hier worden in principe de stukken bewaard die direct na de dynamische fase van het archief niet direct meer nodig zijn, maar nog wel een tijd bewaard dienen te worden of permanent bewaard dienen te worden. En de oude bouwvergunningen en de milieuvergunningen en de stukken die permanent bewaard dienen te worden, die gaan na een verloop van een bepaalde periode richting het streekarchief in Naarden. Is het ook brandvrij dit? Dit is brandvrij, ja, inderdaad. Dit is een ruimte geaccordeerd door de provinciale archiefinspecteur. Dus voldoet aan de voorschriften die daarvoor gelden. Duizend meningen, het
strand van nuchterheid. Met z'n allen op het strand, beschuit bij het ontbijt. Het land waar niemand zich laat gaan, behalve als we winnen. Dan breekt acuut de passie los, dan blijft geen mens meer binnen. Het land dwars van betutteling, geen uniform is heilig. Een zoon die noemt zijn vader Piet.